even de wapen herladen. Boom, 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 boom. Zo, doen we dat. Zo. En in ieder geval, voordat we gaan beginnen, wil ik even vragen. Heb je een vraag of zo? Laat het even weten beneden in deze video. Want morgen is... Het is nou donderdag. Ja, het is nou niet... Het is nou dinsdag, maar hij komt donderdag uit. Dus daarom zeg ik, het is donderdag. Morgen doe ik een Q&A, omdat ik zo'n klote dag heb. Want ik moet van 3 tot 12 werken. En de volgende dag moet ik werken van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Dus dan heb ik nog geen 4 uur slaap. En ik heb geen zin om als ik thuis kom van het werk nog even een video te editen. Dus ik wil alles zo snel mogelijk af hebben voordat ik wegga. Zodoende alleen een Q&A proberen. Ik heb op Instagram en Facebook al een ding staan. Nou wil ik alleen van jullie nog weten of je een vraag hebt. Zo ja, laat het even weten beneden. En dan kunnen we nou verder met de vlog, denk ik. Ja. Het heeft zo net alweer geregend. Wat hartstikke klote is. Waarom, ik heb geen idee. Maar het is gewoon... Het was droog. De zon scheen. Mijn zusje kwam thuis van school en het begon te regen. Ze is gewoon regenachtig. Zij neemt gewoon vies weer mee iedere keer. Kan ze niet gewoon wegblijven, dus zijn we ook van een vieze weer af. Ja, dat lijkt me slim. Dus ja, maar... Voor de rest moet ik morgen nog even werken van 4 tot 10 volgens mij. 6 uurtjes afsluiten en daarna heb ik donderdag weer vrij. En dan moet ik vrijdag inderdaad werken van 3 uur 's middags tot 12 uur in de nacht. En dan moet ik de volgende dag om 9 uur 's ochtends er weer zijn tot 3 uur 's middags. Dus dat is een heel kort nachtje. Dus ja... Maar oké, daar doe je niks aan. Jammer genoeg. Maar dat zijn kuttijden. Ik vind het niet zo erg om dat een keer te doen. Maar wel als het maar... Als ik... Kijk, als het nou van 9... Als ik om 9 uur klaar was en ik moet de volgende dag om 9 uur beginnen. Kijk, dan vind ik het minder erg. Want dan kom je thuis en dan kun je meteen... dan kun je tenminste nog wat slapen. Maar nou kom je thuis en dan moet je meteen op bed. En dan 4 uur later staat je wekker alweer klaar. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal niks. Dat is gewoon helemaal niks. Ik snap eigenlijk niet waarom die tijden er zo kut in staan. Maar oké, als ik het kon veranderen, dan had ik het gedaan. Maar helaas, dat kan ik dus niet. Ik ga zo meteen even een deel buiten filmen. Een klein stukje cinemode. Cinematic mode. Klein beetje. Maar dan ga ik color graden. Het beste is om als je gaat color graden om een flat profile te filmen. Dus in dit geval niet zoals dit, maar gewoon nog flatter. Waardoor je de high dynamic range hebt. Betere lows, betere highs in je video's. En dat zorgt ervoor dat je beter kan color graden en wat dan ook even met je video's kan doen. Doordat je alles veel beter, wordt opgeslagen door die flat profile. Dus ik heb een flat profile idee gevonden op deze camera en dat ga ik zo meteen even proberen. De Cinema Dynamic Range voor mij of zoiets heet dat. Dat is de flatste profile die deze camera heeft. Dus dat moet betekenen dat als ik dat gebruik, dat dat voor mij het beste werkt om te kunnen color graden. Dus dat zie ik zo meteen wel. Maar dan moet ik eerst wat videosamples hebben. En daar ga ik zo meteen even voor zorgen. Als het ooit nog een keer droog wordt buiten. Wanneer de regen heeft, dat kan je doen. Toch? Dacht ik dus ook. Dus dan ga ik even wat filmen. En dan ga ik dat gebruiken voor color grading. En dan zullen we zien of dat goed werkt. En dan als ik dat vaker kan gebruiken, dan kan ik wel vaker een cinematic mode gebruiken. Cinematic mode. Cinemode noem ik dat. Het idee van... Raymond Warner, die gebruikt dat ook wel eens, Cinemode, in sommige video's. Dat is best wel een leuk idee, want dan hou je de color grading toch een beetje bij met het filmen. Dus ja, aangezien ik niet veel color grade, is dat wel handig om dat een beetje bij te houden en te leren. En via Cinemode kun je dat heel mooi doen. Ja, dus dat ga ik zo meteen even doen. Als het ooit nog droog wordt. Maar dat zien we zo meteen wel. Het wordt veel te snel donker. Dit kan niet. Nee. Come back, son. Dat kan niet. Het wordt veel te snel donker. Ik vind dit echt helemaal niks. Ik heb nou gewoon superveel licht nodig. Anders kun je geen ruk zien. Echt niet. I hate it. Dat leek heel raar, want ik keek naar het scherm en ik ging dichtbij. I hate it. I'm really hating it. Oh my god. Het is...
Het is gewoon 7:15 en het wordt nou al donker. We gaan echt richting de herfst / winter. Ik vind dit... Ja, nee, ik vind het wel lekker. Dan krijg je het warmere kerstgevoel. En het Halloween gevoel, maar dat komt binnenkort ook. I love that feeling. En ja, het is gewoon... Het wordt zo snel donker. Je kan gewoon helemaal niks meer. Helemaal niet als je slechtere camera's hebt die slechter zijn in lowlight zoals deze. Die. Dus ja. Hate it weather. Really. Allemaal mugjes voor de raam omdat ik nou veel licht op me heb schijnen. Ga weg. Ksh. Mooi zo. Echt, ik... Bah. Je weet ook gewoon niet meer wat je wilt doen. Echt niet. Scheid weer. Ja, nou geen scheid weer. Scheid licht. Laten we het daarop houden. Ik ga gewoon naar beneden, want ik heb dorst. Dus ja, dan ga je drinken halen om je dorst te stillen. Hopen dat het dan lichter wordt. Denk het niet. Moet ik heel lang voor wachten in de nacht. Dat is eigenlijk best wel vet ook nog als je het ziet. Het gevolg van... Aan het begin van de stukjes met muziek zag je een grijs flat image. Langzaam zie je de color terugkomen. Dat komt omdat je de contrast en brightness omhoog en naar beneden haalt. Waardoor de kleur een beetje terugkomt. En daarna nog een beetje color erbij. Bam. Perfect. Dankzij een LUT krijg ik de kleur heel snel terug. Alleen de contrast en color een klein beetje bijwerken. Dus dankzij die LUTs ben ik veel sneller met color graden. En snap ik en kan ik ook veel beter color graden. Zoals je ziet aan het begin van een grijs flat image naar een perfect gekleurd image. Zowel als die andere image, die laatste. Van een gekleurd image naar de gefilmde grijze flat image. Dus dat is wauw. Dan weet je in ieder geval een beetje van hoe en wat. Hoe het gaat van editing tot dat. Dus oeh, I love it. Rude. Color graden gaat zoveel beter. Ik vind het nou eigenlijk ook nog gewoon mooi om te doen ook. Dus dat is de... welke profile had ik nou? Cine-like, dynamic, range of zoiets. Maar één van die twee. Dat is de flatste image die deze camera kan hebben. Dat is niet helemaal flat. Het is grijzig, oké. Okay. Maar de contrast en brightness is nog een beetje... Daar moet je mee spelen. De allerbeste flat... Allerbeste picture profile om te hebben op mijn camera. Om mee te filmen is... V-log, dus V-log of V-log L. V-log L. Dat zijn de beste, dat zijn de allerflatste en de dynamic ranges en alles, dat werkt allemaal. Dat is gewoon de allerbeste om mee te filmen, alleen deze camera heeft dat niet. En er zijn veel meer camera's die dat niet hebben. Dus dat is... V-log is hetzelfde als een foto schieten en RAW. Je hebt het meeste... heb je, alleen de kleur heb je niet. Dan voordat jullie gaan zeggen van, dan kun je toch beter filmen gewoon in normal of zoiets. Nee, niet. Dan heb je de kleur ook, maar dan gaat er ook contrast weg en brightness gaat er weg op een of andere manier. En dat heb je met V-log niet. Bij V-log meen je kleur, maar hou je de brightness en contrast, hou je er heel veel in. En dat is een heel goed iets. Dan hou je de raw image, hou je in principe over. En dat is hetzelfde als bij RAW foto's. Ik vind het zelf hartstikke mooi om mee te schieten. V-log, daar moet je even wat beter mee om leren gaan. Hetzelfde dynamic range op deze, Cinema D. Alleen Picture Profile Cinema D. Of Focus. Picture Profile Cinema D op deze of V-log op een ander. Dus als ik ooit een andere camera krijg, dan moet ik zorgen dat er eentje met V-log opkomt. Tenzij ik de Panasonic GH5 neem. Dan heb ik... Dat moet ik even denken. Dan heb je via Panasonic heb je een update. Kun je een update krijgen. En dan heb je V-log er inderdaad op zitten. Alleen dat kost wel weer €99. Dat is een duur geintje. En dat werkt niet voor deze. Wel voor de FZ200 en 2500. Maar lager niet. Dus niet voor de FZ1000, FZ300, FZ200. Dat is jammer. En dan alsnog, ik vind dat wel een beetje duur voor V-log. Dan kan ik het net zo goed met D-log doen. En dan een beetje contrast en zo omhoog krikken. Dus ja. Maar ik vind het heel leuk. Heel mooi om eigenlijk mee te werken zo. Zoals het nu gaat. Het gaat redelijk snel. En ja, ik begin het nou al meer te begrijpen. Ik schiet nou ook minder in auto. Ik heb nou alles in... alles in manual staan. Zowel shutter. Ik schiet 4K 30 frames. Dus heb ik de shutter dubbele. Dus 60. De shutter heb ik dan op 60 staan. De sluitertijd is dat. En de aperture,
de f-stop heb ik op 2.8 staan. Dat betekent dat als ik in focus ben, dat het achter mij allemaal onscherper is. Dat kun je nou moeilijk zien, dat komt omdat het donker is. Dat zie ik nou zelf ook. Maar het is wel onscherp. Dus ja, en ik krijg het meeste licht binnen op 2.8, dus hij is sowieso groter, 's avonds. Maar in ieder geval, ik stop er nou mee. Ik ben moe zoals je ziet. Dus ik wil op bed. Na het editen. Dus ik zou zeggen, jongens, geniet van je dag, middag, nacht, avond, ochtend. En dan hoop ik jullie op supermorgen weer te zien met een nieuwe vlog. Ik zou zeggen, tot morgen. Aloha.